jurkje gauw naar dit verhaal. Een nuver fruitbakje. Tomke zal een squalata. Cornelia pakt zijn fruitbakje. Tomke, wat was toch goed in je fruitbakje, hè? Maar je druiven, Cornelia, zonder pitsjes, die vind ik lekker. Oeh, de druiven ben op. Ah, maar ik ga wel een appel. Die is echt lekker en heel zoen. Was mijn bonke, hè, Tomke? Dat is leer van die Romke. Maar ik hoor die bonke net. Cornelia schilt de appel en snijdt hem in lietse stikjes. Dan doet ze de patjes in het fruitbakje. Daar is Janne Joe ook al. Hoi. Ze had ook een rechtas met een fruitbakje. Hoi, Janne Joe. Wat is het ook in die bakje? Ik ha een banaan mee. En wat hast ho? Oeh, ik ha een appel. Ah, hij wil mijn bonke net in je zo. Nee. Oh, wat is het al warm. Die zinnen schiet in mijn heren. Ik heb hier al mijn zinnenbril. En voort is Cornelia. Tomke krijgt het ik al warm. Ik wou dat ik een lekkere ijslolly mij hier. Oh ja, een mooie rede ijslolly. Maar ja, doe als een appel en ik ha een banaan. Ja. Hoe komen we aan een ijslolly? Ik weet het! Cornelia had juist een rede ijslolly gekocht. Een dozen vol. En ze had ze in het vriesvakje in de koelkast dien. Ik had zelfs jongen. Tomke tot het warken van het vriesvak hiepen. Oh ja, daar leidt een doos mijn lekkere rede ijslollies. Hij helpt er drie uit. Een voor Janne Joe, een voor hemzelf en een voor Romke. Romke kroept met de ijsko in de koer en begint dadelijk te slikken. Oh, lekker. Zo. Kou, kou, Tomke, daar komt Cornelia. Ik stop je de ijslolly bij de banaan in het fruitbakje, Tomke. Oh, en ik ben de appel. En als we fruit eten, dan slikken we de ijslollies op. Kom, Tomke. Janne Joe, wij maken een squalata. Ja, ja. Bij juf Klaske lizen de rijgtaskjes met de fruitbakjes in de grutte blauwe bak. Bam, joet is het warm. En daarom maak je hem boeten op het plein. Mijn wetterboadje. Oh ja. Tomke en Janne Joe vinden het prachtig. Hij is Schofke, klapt juf Klaske in de handen. Jongens, fruit eten. Ik ben zo benijd wat Jim al hier in je fruitbakje zag. Ik heb heel wat lekkers in mijn bakje, juf. Dat had je niet en dat is een verrassing. En ik. Wil je van Jen? Nou, je maakt je mij wel heel nieuwsgierig. Tomke pakt zijn fruitbakje. Drip, drip, doet het bakje van Tomke. Huh? Janne Joe pakt ek haar fruitbakje. Drip, drip, drippe, drip, doet haar bakje. Hé? Op een vlier komen rede, witte stippen. Nou, dat is nuver. Maakt je die bakjes hierpen, Tomke? Tomke helpt het lid van zijn fruitbakje. En wat schotte de her? Een stokje. En reed wetter. En reede stikjes appel. Mini-slolly. Mini-slolly is voor. Hoe ken het nou? Mini-slolly, ek. Zo. Alleen het stokje is er nog. En ik ha een reede banaan, juf. Had Cornelia die ijslollies in je fruitbakje dien? Nee, juf. We haar ze zelfs uit het vriesvakje hellen. Dus je haar ze stiekem in de fruitbakjes dien? Ja, stiekem. Foei, 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 foei. Omdat het zo warm is. Ik vind een ijslolly lekker. Ja, en ik. Maar jongens, ijslollies moeten in een vriezer, net in fruitbakjes. Dan ranen ze. Blah. Nou, weet je wat? Ik hel je voor allebei een ijslolly. Omdat het zo warm is. Maar morgen, dan doen we weer alleen nog fruit in de fruitbakjes, hè?
Opraad? Ja, juf. Oké, okay, juf. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Vies er dit ekke leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.